Autobedrijf Johan Selten in Wilbertoord biedt een complete dienstverlening voor uw auto. Voor onderhoud, reparatie, airco, banden en glasservice. Als medeverkoop van alle merken auto's kunt u bij ons terecht. Op zondag 8 september is het weer het tweejaarlijkse evenement Wilbertoord pakt uit. Mark Jansen, wordt er flink uitgepakt? Ja, de naam zegt het al, we gaan flink uitpakken in Wilbertoord. Wat kunnen we dit jaar verwachten? Ja, we gaan dit jaar voor de eerste keer een regiofair organiseren, Land van Kuik. En dat is eigenlijk vanuit de Floriade is dat bedacht. Want toen waren we dus met een hoop mensen uit Land van Kuik, is er een Land van Kuik stand neergezet. En dat is bij een bestaand evenement. En wat we dus nu willen doen is een regiofair organiseren. Een promotie voor het Land van Kuik, voor het merk Land van Kuik. En ieder jaar gaat die fair op een andere locatie gaat die plaatsvinden. Dus volgend jaar, dus nu al geregeld, gaat die naar Boksmeer. Waar zal die dan staan in Boksmeer? Dan willen wij iets creëren rondom het Weijertheater. Met het hele park daar. En met, in combinatie met de Koopzondag en de Streekmarkt. Dus dan komen daar ook weer allerlei elementen die we dit jaar voor de eerste keer neer gaan zetten. Komen dan weer terug. Hoe groot is deze fair van opzet? We hebben dit jaar 75 bedrijven die meedoen. Bedrijven, maar dan hebben we zeg maar twee categorieën. Consumentenbedrijven voor verbouwingen van huizen of tuin of andere consumentenartikelen. We hebben ook een paar zorgbedrijven en we hebben technische bedrijven. En we hebben plattelandsbedrijven die recreatie, toerisme beleef de regio Land van Kuik. Is het zo dat je hier zelf opgekomen bent? Ja, dat was eigenlijk het idee. Ik wou iets organiseren samen met het verrassend platteland van Kuik. En Nando Vanees van Cybox, van de website landvankuik.nl. En dan willen we gewoon samen iets gaan doen. Wat is je doelstelling hiermee? Tijdens deze regiofair wordt er een vlag gepresenteerd. Wat kun je over deze vlag vertellen? Nou, die vlag die is geïnspireerd op basis van de Brabantse vlag, zeg maar. Het toeristisch platform Land van Kuik. Die hebben op dit moment ook al hetzelfde logo. En dat is een groene ruit. Dus het groene Brabant komt daarmee naar voren. En het leuke van die vlag is dat het eerste officieuze beeldmerk is van Land van Kuik. Dus echt iets van waar we zeggen van als er een toerist komt en er hangt een vlag van het Land van Kuik. Dat ze ook echt kunnen herkennen van hey, dit is een vlag. Dit is de regio Land van Kuik. En het lijkt misschien alleen maar een kleed. Maar het gaat veel verder. Want we zijn ook bezig met een platform om dus echt streekproducten te ontwikkelen. We hebben ooit een keer de eerste bossenbol is er ooit een keer gemaakt. Maar we gaan nu ook dus bijvoorbeeld het Land van Kuik kaasje. Het Land van Kuik worst, vlees. Dus zo is het eigenlijk een reeks van allerlei promotionele artikelen. Misschien wel zelfs het Land van Kuik pilsje. Waarbij we dus gewoon allerlei dingen doen om het beeldmerk van Land van Kuik op de kaart te zetten. En wat is de ambitie met die vlag? Nou, die vlag is gewoon mooi als bijvoorbeeld daar mensen in een Land van Kuik gaan wonen. Dat ze dan bijvoorbeeld van de gemeente, dat zou dus een idee kunnen zijn, dus een vlag cadeau krijgen. Of dat als er een evenement is dat er dan niet alleen een Brabantse vlag hangt, maar dus ook gewoon een Land van Kuik vlag. Dus bij ieder bedrijf, het plattelandsbedrijf die dus gasten ontvangt, bijvoorbeeld, of ieder hotel, zou je dus ook een vlag aan de muur kunnen hangen. Waarom is er voor gekozen om deze regiofair en de vlagpresentatie tijdens Wilbertoord pakt uit te doen? Dat is omdat we dus bij een bestaand evenement willen aansluiten. En dat is Wilbertoord pakt uit. En Wilbertoord pakt uit heeft al heel veel activiteiten in zich. Dus dan is het gewoon mooi om daar nog iets aan toe te voegen. En de bedoeling is dus dat deze regiofair jaarlijks terugkeert op andere evenementen in de regio het Land van Kuik. Ja, dat is. Nog even terug over Wilbertoord pakt uit. Hoe laat begint het en zijn er nog hoogtepunten? Nou, er zijn alleen maar hoogtepunten, zoals bijvoorbeeld de helikoptervluchten waar je voor kunt boeken. We hebben kofferbakverkoop, rommelmarkt. We hebben dit jaar voor de eerste keer de Wilbertoordse show rock band podium. Dus er komen dus Wilbertoordse bandjes, waaronder Freebier. Die komen midden op het festivalterrein optreden. Op zaterdagavond hebben we een hele grote feestavond met twee bands uit Overloon. Los Santa en Cold Turkey. Dus kom gewoon kijken. Zondag 8 september van 11 uur 's ochtends tot 5 uur in de avond. En vanaf 5 uur hebben we ook nog een avondprogramma. Ja, en voor meer informatie of bijvoorbeeld alvast filmfragmenten, kijk op wilbertoordpaktuut.nl.